Oud-politicus Rufus McWilliam is dit weekend overleden. De politieke wereld van Curaçao is hierdoor in rouw, zo schrijft de Extra vandaag. McWilliam speelde tientallen jaren een belangrijke rol in de politiek. Hij was statenlid en minister. Hij is de oom van de huidige minister van Economische Ontwikkeling, Giselle McWilliam. Zij heeft op Facebook een mooie herdenking aan haar oom geschreven. Dit weekend is een agent van de Landelijke Beveiligingsdienst, LBD, gearresteerd. Hij zou tijdens een ruzie met zijn broer zijn wapen hebben getrokken. Dat bevestigt de politie vandaag in de Extra. Onlangs werd al een andere LBD-agent gearresteerd. Dat gebeurde toen wegens mishandeling van een bejaarde man. Het politieteam van de wijk Otrabanda heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote actie gehouden. Daarbij zijn in totaal 20 vrouwen en een man aangehouden die illegaal op Curaçao verbleven. Daarnaast zijn twee mannen aangehouden die veel drugs en geld in hun bezit hadden. En is er een man opgepakt op verdenking van brandstichting. Minister van Justitie Quincy Kirigori heeft dit weekend met een persbericht gereageerd op een kritisch artikel van George Ligtveld. In dat artikel stelt Ligtveld dat een minderjarige Venezolaanse slecht zou zijn behandeld bij een jeugdinstelling. De minister betreurt het artikel en zegt dat de werknemers van de jeugdinrichting niks verkeerds hebben gedaan, maar bovenal vindt hij het kwalijk dat die mensen met naam en toenaam in het artikel zijn genoemd. De politie heeft dit weekend een 16-jarige jongen opgepakt. Hij wordt ervan verdacht een man te hebben mishandeld met een stuk hout. De politie meldt dat uit eerste onderzoek blijkt dat twee groepen 's ochtends vroeg aan de Cabo Verdeweg een discussie kregen. En dat leidde ertoe dat een van de mannen in elkaar werd geslagen door de 16-jarige. Dit weekend werd op luchthaven Hato groots gevierd dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines weer elke zaterdag op Curaçao vanuit New York zou gaan vliegen. Daarmee is een einde gekomen aan een afwezigheid van bijna 10 jaar. De terugkeer van United Airlines werd groots gevierd. De Zuid-Afrikaanse Zozobini Tunzi is in Atlanta uitgeroepen tot winnares van de Miss Universe-verkiezing 2019. Tunzi is 26 jaar en versloeg dit weekend 90 andere kandidaten, waaronder Miss Curaçao. Miss Puerto Rico werd tweede en Miss Mexico derde.